Hallo sapperlingetjes van Justus Perkamentus, welkom bij een gloednieuwe video op Justus Perkamentus. Het is tijd voor het vervolg van de video van vorig jaar. Vorig jaar heb ik namelijk mijn top 14 spellen die ik vorig jaar heb gekocht gerankt van hoe leuk ik het vond. En dit jaar ga ik dat weer doen, maar dit jaar heb ik maar 7 games gekocht. Dus ik heb maar 7 games om te ranken. Zoals voor vorige jaar, dus vorige video, heb ik 3 dingen waar ik de games op rank, zeg maar. Dus waar ik ze cijfers voor geef. Hoe leuk ik de game vond. Hoeveel playtime erin zit. Dus hoe lang je ermee met een game kan doen. En of het waard was wat ik ervoor heb betaald, zeg maar. Dus dat zijn de 3 dingen waar ik ze op gerankt heb. Dus laten we eerst maar eens gewoon gaan kijken wat mijn nummer 7 is. Mijn nummer 7 is FIFA 20. Ik ben er gewoon weer ingetrapt om FIFA 20 te gaan kopen. Ik heb ook ooit FIFA 18 gekocht. Toen had ik precies hetzelfde. Ik heb het 1 of 2 dagen gespeeld en daarna helemaal niet meer. En waarom ik het elke keer weer doe, ik weet het niet. Het is gewoon een zwak. Is het een leuke game? Tuurlijk, het is FIFA. Is wel leuk, het is oké. Okay. Is er genoeg playtime? Ja. Je kan FIFA blijven spelen, je kan seizoenen blijven spelen, zeg maar. Dus die heb ik maar wel een 8 gegeven, want ja, daar kan ik weinig over zeggen. Alleen, voor mij, ik ben gewoon heel snel zat. Wat ik van mezelf weet, maar toch doe ik het elke keer. En vond ik het waard? Nee, tuurlijk vond ik het die 40 euro niet waard als ik het niet ga spelen. Dus nee, dat was die 40 euro zeker niet waard. In totaal heeft hij 18 punten en met 18 punten is hij onderaan geëindigd in dit jaar. In de top 7 van dit jaar. Dan gaan we kijken naar de volgende game. Dat is nummer 6, Team Sonic Racing. Team Sonic Racing was op zich wel een oké game hoor. Ja, was best wel een leuke game. Alleen, je gaat het altijd bekijken hoe Mario Kart is en hoe dit dan is. En dan is Mario Kart natuurlijk altijd veel beter. Dus dat maakt het minder leuk. Wat wel vet is dat je je ding helemaal kan customizen, je kaart helemaal kan customizen, dat je verschillende challenges hebt. Dat is op zich best leuk, alleen het haalt het natuurlijk niet bij Mario Kart. Ik vond het oké, ik vond het best een leuke game, dus een 7 verdient hij zeker. Playtime is er ook genoeg, je kan genoeg races doen. En was het waard? Een 6, het was het waard, maar het was ook niet super duper vet ofzo. En totaal wat er daar dan uitkomt is 20 punten voor Team Sonic Racing. En dan staat op nummer 5 een andere racing game. Dat is namelijk Crash Team Racing Nitro Fueled. Wat best wel een vette game was. Het was zeker beter dan Team Sonic Racing. Hij heeft een 7,5 gekregen voor hoe leuk ik het vond. Was de playtime. Er is gewoon net even wat meer te doen. Er zijn ook meer DLC's, maar daar moet je ook weer voor betalen. Dus dat was weer iets minder. En je kan ook sommige dingen niet krijgen als je een bepaalde uitbreiding niet koopt of zo. Dus dat was een beetje heftig. Maar het was wel gewoon een vette game. Was het het waard? Ja, net als bij de vorige game. Het was het wel waard. Het was een 6 waard in ieder geval. Dat maakte een totaal van 21 punten en daarom staat hij op nummer 5. Laten we gaan kijken wat nummer 4 is. Nummer 4 is Mario Kart Tour. Net als vorig jaar heb ik ook gratis games erin gezet waar ik wel voor heb betaald. Ik heb namelijk de Gold Pass voor Mario Kart Tour. En ik speel het nog steeds. Elke dag wel een keertje op mijn telefoon. Het is een mobile game. Ik vind het nog steeds echt een leuke game. Is het leuk? Ja, zeker leuk. Elke keer nieuwe challenges en het stopt niet. Het is nooit dat je niks kan doen, zeg maar. Playtime, ja, superveel, want elke keer komt er nieuwe content bij, zeg maar, om de 2 weken van de tour. Krijg je nieuwe banen, krijg je nieuwe personages, dus ja, ik vind het echt een leuke game. Ik dacht eerst besturing is kut, maar dan was je, binnen een dag was ik daar overheen. En vind ik het waard, die 4,99, die 5 euro per maand. Ik vind, het is veel, maar het is wel leuk. Dan gaan we kijken naar nummer 3. Nummer 3 is Luigi's Mansion 3. En Luigi's Mansion 3 is echt een leuke game. Zoals je ziet heb ik een 8,5 gegeven. Dus dat betekent dat het echt een leuke game is. Er waren nog 2 games die ik leuker vond dan Luigi's Mansion 3. Maar toch, Luigi's Mansion 3, echt een leuke game. Playtime, genoeg. Echt veel meer dan de eerste Luigi's Mansion. Luigi's Mansion 2 heb ik nooit gespeeld, dus dat weet ik niet. Maar in ieder geval veel meer dan de eerste. Veel uitgebreider, veel vettere kamers. Ik vind het wel. Ik vond het zeker die 8,5 voor playtime ook waard. Was het geld waard? Het 60 euro is. Ja, gewoon een full game prijs, zeg maar. En dat was het ook.
Dus was het waard 8, ja, want ik heb veel plezier aan gehad. In totaal is 25 punten. Dan gaan we kijken naar nummer 2, dat is The Legend of Zelda Link's Awakening. Link's Awakening was een remake van een heel oud spel die ik nooit had gespeeld. Ik vond het echt heel vet. Wat ik echt heel erg vet aan deze game vond, is dat de moeilijkheidsgraad die erin heeft gezeten vroeger, die zat er nog steeds in. Als je niet weet waar je naartoe moet, ben je echt screwed. Dan moet je eerst echt alles langs gaan om dat allemaal uit te gaan vogelen. In het eerst denk je van, oh, de wereld is best wel klein, maar dat valt toch best wel mee hoor. Want je hebt echt wel veel tijd nodig om alles helemaal te exploren. Er zit heel veel secrets in waar ik van hou. Dus ja, ik vond dit echt een hele vette game. Leuk, ja, het was een 9. Playtime, voldoende, want ik ben er echt lang mee bezig geweest. Zeker als je niet opzoekt wat je moet doen, ben je echt lang met deze game bezig. En was het waard? Ja hoor, het was die 60 euro zeker waard. Totaal 27 punten en er is maar één game die bovenaan staat. En dat is Pokémon Shield. Echt, ik vond het echt een vette game. De playtime is de laagste score die je hebt gegeven. Is wel gewoon een 9, want je kan net als ik, als je een shiny hunter bent, dat ben ik, dan heb je veel tijd in deze game. Alleen, wat wel zo is, er is niet zo heel veel post-game content als in vroegere games. Volgens mij had Diamond and Pearl en Emerald en zo had veel meer post-game content. Maar dat, daarom dat het een 9 is en niet hoger. Leuk, ja, ik vind het echt een geweldige game. 9,5 en was die 60 euro waard. 100%. Volgens mij heb ik nog nooit zoveel tijd in een Pokémon game gestopt als nu. En die game is nu pas een maand uit. Ook nog niet eens. 3-4 weken uit. Dus echt, dat zegt voor mij alles. Ik vind het echt een hele vette game. Mocht je een Switch hebben, dit is mijn nummer 1 aanrader. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze video. Volgend jaar zie ik jullie vast bij een nieuwe video van 2020. Wat daar mijn games zijn die ik heb gekocht. Ik heb nog geen games in mijn gedachten die ik eventueel wil gaan kopen in 2020. Misschien dat de nieuwe Breath of the Wild uitkomt. Breath of the Wild 2. Dus misschien dat ik die gaan kopen. Maar we weten dus nog niet wanneer die uitkomt. En waarschijnlijk een nieuwe Pokémon game. Want er komt elk jaar een nieuwe Pokémon game uit. Maar dan moeten we dus nog even afwachten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Adios amigos.